Het team van IBTC bestaat uit vrijwilligers en professionals. En wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30. Eenzaamheid voor mij is geen sociale contact hebt, alleen maar thuis bent of alleen op straat of dat je geen hulp hebt of geen familie. Misschien kun je jezelf ook wel eenzaam voelen dat je wel familie hebt, maar dat je geen contacten hebt met je familie. Dat lijkt me ook heel erg als je dat hebt. Dat betekent eigenlijk voor mij de eenzaamheid, ja. Eenzaamheid? Dat is voor mij dat je geen sociale contacten hebt, dat je niemand meer ziet. Dat je echt helemaal op jezelf bent aangewezen. Ik ben Daphne, ik ben 23 jaar, geboren en getogen in Amsterdam en ik woon nu sinds april hier in de Indische buurt. Ik kan me wel herinneren dat ik rond mijn 12e, 13e of zo, toen ik naar de middelbare ging, dat het me een soort van begon in te halen. Dus ja, ik vertelde het ook tegen niemand, want er was heel veel schaamte op school en... Ja, ik was eigenlijk altijd gewoon een heel vrolijk kind, dus zo deed ik me ook wel voor, maar als ik dan thuis was, dan... voelde ik dat totaal niet zo. En op een gegeven moment op de middelbare kreeg ik ook steeds meer slaapproblemen. Eigenlijk ja, omdat ik best wel eenzaam en eigenlijk gewoon achteraf gezien depressief was. Waardoor ik op een gegeven moment slechter begon te slapen. En op een gegeven moment, doordat mijn slaap zo overhoop was, ook niet meer naar school kon gaan. Dus ja, ik heb eigenlijk ook nooit mijn middelbare school afgemaakt daardoor. En ik denk ook omdat het zich op een gegeven moment heel erg manifesteerde in ook mijn probleem. Dat op een gegeven moment mensen aan mij begonnen te zien van, oh, het gaat niet goed met haar, maar we weten eigenlijk niet waarom. Kwam er ook nog extra schaamte bovenop. Want ja, er was opeens, het voelde dan alsof er iets mis met mij was. En tegelijkertijd was er ook nog thuis van alles gaande. Dus ja, ik kon daar echt niet voor mijn gevoel destijds over praten met mensen. Je blijft precies waar je bent, zeg maar. Je groeit niet. Je denkt van, oh, als ik nu dit eet of als ik nu deze aandacht zoek of deze serie kijk, dan voel ik me daarna beter. Maar daarna is je dag voorbij en je hebt eigenlijk nog steeds niks bereikt. Je staat niet verder dan waar je stond. Als je dan toch zo'n situatie hebt en je zit er middenin, dan besef je ook niet echt dat het heftig is. Want het is gewoon jouw realiteit. Dat is pas achteraf eigenlijk. En ik dacht eigenlijk ook bij hun dat ik het probleem was. Omdat ik op een gegeven moment slaapproblemen had en me depressief voelde en niet meer naar school ging. Dus ja, ik had eigenlijk ook die soort van schuld op mezelf geplaatst. Maar ja, ik denk ook dat het een hele natuurlijke reactie is van het kind. Want ja, een kind denkt eigenlijk altijd dat het zijn schuld is op het moment dat er iets ergens niet goed gaat in het gezin. En dan wordt het misschien nog eens een keer bevestigd. Door de ouders, door een opmerking die ze misschien totaal niet zo hebben bedoeld, maar wel zo binnenkomt. En ik heb 3 jaar geleden een breekjaar gedaan. Dat is een, ja, een tussenjaarprogramma voor jongeren waarin je eigenlijk een jaar aan jezelf werkt. Met andere jongeren en met een coach. En dat heeft me echt heel erg uit mijn schulpje geholpen eigenlijk. En daarnaast ja, een baantje hebben, meer sociale contacten opzoeken. Mijn eigen hobby's en mijn talenten denk ik ook meer ontdekken hielp heel erg. Daarbij hielp breekjaar dan ook weer heel erg. Ja, vanaf toen ging het eigenlijk wel gewoon uphill een stuk beter. En ja, merkte ik steeds meer mijn eigen drive en mijn passie. En dus ook andere mensen die dat deelden. Ja.
nou, nu ben ik wel een stuk zelfverzekerder over mezelf. Dus dat helpt heel erg. Maar ook wat ik totaal niet kon, was om hulp vragen. Dus, en ik hield het allemaal bij mezelf, door dingen ook niet te vertellen. Maar ook toen ik wel dingen ging vertellen, wist ik ook nog steeds niet hoe ik dan er alsnog niet alleen mee kon dealen. Dus, en dat is wel iets wat ik nu heel erg goed kan. Omdat ik uit een heel diep dal kwam, was mijn groei ook heel groot, denk ik. En ja, en ik weet ook wel echt van mezelf van, ik ben nu zo stabiel in mijn leven. En natuurlijk wat ik al zei, van er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor het leven overhoop raakt en je je minder goed voelt. Maar omdat ik soort van dit heb bereikt allemaal en me nu nog steeds gewoon stabiel voel, denk ik ook, mochten er nog meer, ja, kutte dingen komen in de toekomst, en dat zal vast een keer, dan weet ik dat ik stabiel genoeg ben om daar gewoon doorheen te komen. Ik ben Irit Si en ik werk bij Civic Amsterdam als participatiemakelaar. Als ik terugdenk in mijn leven, zijn er echt wel momenten geweest dat ik me erg alleen gevoeld heb. En een van die fases in mijn leven was toen ik ziek werd. Ik ben 5 jaar geleden ziek geworden, 1 jaar lang. En dat was voor mij wel het punt van eenzaamheid. Je werkt niet. Je hebt natuurlijk wel je familie en je vriendinnen en je netwerk. Maar om opeens van het ene moment op het andere moment heel ziek te worden, dat is eenzaam. Dat is een eenzame proces ook, want je hebt je eigen gedachtes daarover. En dat vond ik een van mijn zwaarste ervaringen in mijn leven. Dat je dus altijd anderen helpt en opeens heb jij die hulp nodig. Dat je zelf altijd in staat bent geweest om anderen te helpen en je opeens aan de andere kant van de tafel zit als hulpvrager, is het toch heel ingewikkeld om het te accepteren. Want jij bent altijd die sterke vrouw geweest die iedereen helpt. En ineens was je dat niet meer. Dus het is ook iets wat je niet kent van jezelf. Want je denkt eigenlijk niet dat het ooit zo ver zal komen met jezelf, snap je? Dus het feit dat je dus altijd anderen helpt, wil nog niet zeggen automatisch dat je ook jezelf daarmee helpt. Het begon lichamelijk, dat ik dus echt, nou ja, niet eens meer zo goed kon lopen. Alles was te veel. Dus ik werd ook, voor mijn spieren waren allemaal heel, ja, het ging niet goed. Lichamelijk helemaal niet. Dus op dat moment besefte ik dat zelf een afwasje niet meer ging. Dat iets uit de kast pakken te zwaar was. En dan ga je door een hel, hoor. Dat ga ik je eerlijk zeggen. Dat, omdat je jezelf nooit zo hebt gezien en ook nooit zo hebt ervaren. En je merkt dat opeens van jezelf, dat je denkt, nee, dit is, dat was heel confronterend. Je gaat terugdenken. Hoezo moet ik dat meemaken? Waarom ik? Weet je, dat soort vragen krijg je dan in je hoofd. Ik zat op die bank en ik dacht, ik moet hier vanaf. Want ik ken mezelf, ik kan daar ook helemaal in verdwijnen. En dan denken van, nou, fok het allemaal. Het hoeft voor mij niet meer. Ik blijf gewoon hier zitten. En toen dacht ik moet iets gaan doen. Dus ik moet iets gaan doen wat niet past bij mij. Gewoon iets nieuws, iets een uitdaging, weet ik veel wat. Dus ik gaan zoeken, googelen, alles. En toen zag ik een moestuinenproject voor vrouwen in Gaasperdam. Ik denk, ik ga me aanmelden. Ik heb me ook aangemeld. Ik kreeg een tuintje, alles. En toen moest ik er naartoe. En toen had ik ook nog steeds het gevoel, daar zit je met mensen, met allemaal vrouwen, en je voelt je toch nog alleen. En nu was ik een van de vrouwen waarmee ik eigenlijk in mijn werk ook werk. Dus niet, ik ken ze niet, maar het was de doelgroep waarmee ik altijd werk. Ik was nu een doelgroep. En dat was confronterend. Als ik terugkijk, was het wel een mooie ervaring dat je dus aan de andere kant van die tafel kan zitten. Het was mijn redding. Dat was echt mijn redding. En soms al voelde ik me niet goed. Ik ging toch. En dat, ik blijf het zeggen, het klinkt heel zweverig. Maar met je handen in de aarde, dat is zo helend. Dat is echt helend. Is dat je ineens aan de andere kant staat
van als mens zijnde. Je helpt iedereen, je bent een professional en dan opeens in je privé maak je iets mee waardoor je eigenlijk de doelgroep wordt waar je altijd mee gewerkt hebt. En dat kan je natuurlijk als heel negatief ervaren, maar dat heb ik niet. Want je leert ook dat die emotie erbij, je leert dat gevoel erbij. En je kan daardoor ook, je wordt een beter mens daarvan. Want je bent eruit gekomen. Je staat daardoor wel positiever in het leven. Het is een ervaring, het is een levenservaring weer die je hebt. En die je ook weer over kan brengen naar anderen. Ja. Ik ben Mary Bouwmeester. Ik woon in Amsterdam. Hij werkte bij het ministerie van Defensie. Maar hij heeft een duikongeval gehad. Op Koninginnedag heb ik hem zien verdrinken. En met dode herdenking is ik er niet meer. Dat was dramatisch. Want hij zou eigenlijk na een jaar eigenlijk met pensioen gaan. En helaas, dat mocht niet gebeuren. En dat is wel het triest. Ik heb echt wel een heel nare tijd gehad om dit te verwerken. Nou, dat doet je wel verdriet, ja. Dat je denkt, god, je zou samen naar Spanje gaan. En je zou een beetje genieten. Want hij hield van duiken. Hij was, ja, fantastisch. Toen zei mijn nichtje, tante, ga maar meteen verhuizen. Want nou kan het nog dat je hier dus flats beschikbaar hebt. En dan heb je een flat, zegt ze, twee kamer flat. En dan heb je een lift. Dan ben je, en die komt heus wel in contact met de mensen dat je kan babbelen. Nou, en zo is het eigenlijk gegaan. Dat was voor mezelf, ging ik zelf naar de mensen toe voor contact. De mensen kwamen niet naar mij toe, maar ik ging zelf met iemand praten. En dan heb je toch een innerlijke rust dat je verhaal kwijt kan aan iemand die een luisterend oor heeft. Dat vond ik wel fijn. Ja. Kijk, ik scheel 20 jaar met mijn broer, dus iedereen is overleden. Dus ik heb eigenlijk niemand meer. Maar ja, ik heb wel hier vrienden. Ik heb hier dus een paar dames waar ik een goede klik mee heb. Nou, daar praat ik dan mee. Maar ik heb gedaan wat ik kon doen, want ik wilde toch iets doen en nuttig zijn voor je medemens. Daar ben ik van overtuigd dat er veel eenzame mannen of jonge mannen zijn en jonge vrouwen die zich eenzaam voelen. Vooral in de coronatijd met de beperking, hè, dat je dit niet mocht, dat niet mocht. Dat is ook voor jullie verschrikkelijk. Ik denk dat het een ramp is voor velen. Verdrietig vind ik, lijkt me. Maar ja, je zal het zelf al moeten doen. Want hoe wil dan? Mensen komen toch naar je toe. Je moet het toch zelf doen. Maar ja, de mensen moeten zelf ook dat willen. En als je dus geen respons krijgt, dan houdt het op. Je kan niks doen. Je vindt het natuurlijk wel verdrietig, want je wil natuurlijk wel graag dat er iets gebeurt, iets ondernomen wordt. Maar ja, we moeten toch af, we zijn toch afhankelijk ook van de andere mensen die dat bewerkstelligen, dat je ergens kan eten of weet ik veel wat. Ja, toch? Ja, en in deze coronatijd natuurlijk is er nou een versoepeling gekomen, dat je weer meer mag dan toen. Ja, dat is al een pluspunt. Het ligt ook vaak aan de persoon zelf of je contact wil of geen contact wil. Dat vind ik wel jammer. Nou, pas heb ik gewandeld met de wandelgroep. Dat vind ik ook wel leuk. Dus ik geef me toch wel op om bezig te zijn en ook om me te bewegen. Want dat is goed voor ons, bewegen. En niet stilzitten. Want dan piekeren je maar. En dat is niet goed. Je moet toch de leuke dingen doen voor jezelf. Wat je leuk vindt en wat je kan dan. Maar ik bedoel, ja, je moet toch wat ondernemen voor jezelf. Want anders vereenzaam je. Toch? In je flatje. I am mother single for almost 6 years. My partner is overlaid in Colombia.
I think it's for a long time, I think it's 2008, I am living here alone with the, yeah, pregnant. Okay, I like Amsterdam. I don't have friends, Spanish friends, no, but my plan is, okay, I need to go and looking for Netherlands people is the best, or people is speaking other language, it's not semi, but it's not good. And I think, okay, I need adapter in this place. It's not my place, but I am living here now. The bad times for me is there when I living here, I is super bad, no have house. And I am living here, I think 2 years, living in 3 or 4 different house. I no close. Never close. I think, okay, go to supermarket, second experience. I always go bibliothek, centrum, yes, sport. If you need to busy your life, but no, if you sit in the bank, it's a little como tired, bored, it's okay, it's not good. But you need ready a start. You need to need a go. I think this experience is bad, but now you think it's good for you. But this experience is for is more strong in your life. Okay, you okay? This is in this moment is oh really bad. Oh no, why? But now you need okay. This is now I am strong. Now I have. If I do in sometimes long time later, oh I really want. But now I have. This is my. I am really happy. But I am como I am following. I really want. In this moment, but this is the living is give me. It's okay now. It's really, really, really super nice. I think I help the people if talking about my experience with my kids is the experience for the people is totally different me. And I think it's never never stop. You always is the other people is no, this is really is no posible, no, not try. Never listen to the other people is have a bad energy. But it's always is como que oh yeah, is oh yeah, nay, try, need no. You if you want go. Come on, never you thinking about, yeah, the other people is telling me it's not possible. No, it's not possible, no. This is one, come on, broke your way. You go, come on. Thank you.
van IBTV bestaat uit vrijwilligers en professionals. En wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30.